Het project Meertverkenning is een project naar de bereikbaarheid, of het verbeteren van de bereikbaarheid van eigenlijk de hele regio Rotterdam. En wij kijken naar drie sporen. Een oeververbinding, een nieuwe oeververbinding. En daarmee gekeken wordt naar een nieuwe oeververbinding en ook naar een nieuwe HOV-verbinding door de Maastunnel. We kijken naar de A16, of daar het verkeer en de bereikbaarheid verbeterd kan worden. En we kijken naar de Alga-corridor, waar we natuurlijk hier nu voor staan. Dat is dus ook gelijk het stapje naar de Krimpende Waard. Want dat was mijn volgende vraag. Wat voor betrekking heeft dit op de Krimpende Waard? Nou, we hebben dus in een van de werksporen gekeken naar eigenlijk het probleem van de Alga-corridor. Het feit dat mensen eigenlijk te lang moeten wachten in de avond en in de ochtendspits om of naar Rotterdam of van Rotterdam naar de Krimpende Waard te komen. En wij hebben gekeken naar wat voor mogelijke oplossingen daar zijn. En wij zijn nu zover dat we die informatie op tafel hebben liggen, dat we weten welke mogelijke varianten er zijn. En nu eigenlijk op begin november, 10 november, het moment is dat er ook gekozen gaat worden van welke dan de voorkeur heeft vanuit de initiatiefnemers van het project. Ja, want de gemeente die heeft vorige week al een voorkeur opgegeven, zowel de Krimp aan de IJssel als de gemeente Krimpende Waard. Wordt dat meegenomen in de wat de eindbeoordeling gaat worden? Het gesprek vindt plaats tussen het ministerie en metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Dat zijn eigenlijk de vier initiatiefnemers. En zij nemen op dat moment natuurlijk ook de wensen en de adviezen en de voorkeuren van de Alga-gemeente mee. Dus ze nemen dat dan mee in een besluitvorming. En ja, jullie staan hier vandaag in de Krimpende Waard. Jullie hebben nog meerdere gesprekken met andere bewoners. Hebben zij ook een mogelijkheid om hun voorkeur op te geven? Ja, we hebben natuurlijk in het verleden hebben we gewerkt met zogenaamde participatiegroepen. Mensen konden meedoen en meedenken. Maar nu zitten we op het punt dat we eigenlijk aan het afronden zijn. Dus mensen kunnen nu juist inspreken in de gemeenteraad. Er komt in alle drie de Alga-gemeenten is er een moment waarop er ingesproken kan worden. En kunnen mensen ook hun mening meegeven aan de lokale gemeenteraad, lokale politiek. Om te kennen te geven wat hun voorkeur is. En ja, wat is het doel dan dat jullie hier deze dagen staan? Het belangrijkste doel is om vooral mensen te informeren. Het is natuurlijk wel heel belangrijk dat je ik zeg altijd, de Krimpende Waard is bijna een soort eiland met een belangrijke verbinding naar het vasteland, de Alga-brug. Daar gaat het over. Dus het gaat over hoe ziet de toekomst van die Alga-brug eruit? Hoe zorgen dat we ook in 2040 nog goed bereikbaar zijn? Dus het is vooral ook zorgen dat mensen weten wat er speelt en wat er gaat gebeuren en zich dan ook een mening kunnen vormen. En hoe is de aanloop hier naartoe? Zijn er veel vragen en wat voor vragen zijn de meest voorkomende? Het loopt redelijk door. Er zijn best wel wat mensen. En ook wel veel mensen die vragen van het speelt al zo lang. Gaan we nou kiezen? Gaat er nou echt iets gebeuren? Dus mensen zitten ook wel echt te wachten dat er echt daadwerkelijk iets gaat gebeuren. En ook heel veel die gewoon graag willen weten van wat is nou precies onderzocht. En wat zijn dan de voordelen? En wat is nou die 1B variant waar ik gehoord heb dat mijn gemeente of mijn politiek ook de voorkeur voor heeft uitgesproken? Dus november dit jaar weten we meer? Ja.